bos. Daar gaan we nu de konijnenpakjes even uitkuisen. Om toch eens te kijken van komt het daarvan. Dat is al eens een keertje gebeurd geweest deze week. Maar ik merk dat er heel veel vliegen zijn. Dus gaan we dat toch even eens dubbel checken. Beter extra checken dan te weinig. Het is nog... Ik weet dat het goed was gehaven. Ik hoop dat het slecht weer zou zijn. Maar het is nog goed. Het is nog redelijk warm trouwens ook. Dus ja, dat ding is daar helemaal plat gegaan, zoals je kan zien. Gisteren was het er weer zwaar aan het regenen, dat je kon zien. Dat wel. Maar we gaan het eens checken of het daarna ligt of niet. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk om te weten. Want ja. Wat ik ook nog wilde testen gisteren, is dat mijn Facebook-oma zei dat water dat van de regen komt beter zou zijn dan van de kraan, niet voor het drinken, maar voor van alles te wassen. Maar om dat te doen, hebben we dat buiten gezet en toen is het gestopt met regenen blijkbaar, want er zit niet veel water in. Het kan ook zijn dat het vandaag regent of zo, vanaf dat dat water toelaat, dat er veel water in de emmer zit, gaan we dat zeker vast even checken. We moeten ook nog een wasmachine aanzetten en dat op een zondag. Dus dat gaan we eventjes allemaal eventjes gewoon doen. Die laten we nu even drogen in de zon en dan kunnen we er zijn strooien doen. We hoeven het niet af te drogen. Dus dat is al gebeurd. Het wasmachine staat ook al aan ondertussen. Dus dat is al gebeurd. Dus ze gaat er snel natuurlijk. Natuurlijk. Het is belangrijk allemaal om het goed te organiseren. Dat het allemaal goed verloopt natuurlijk. Dus dat is gebeurd. Maar vliegen kwamen niet van de konijntjes, dus dat is wel aan de ene kant goed, aan de andere kant ook niet, want dan weet je niet waar ze komen. Hier staat de wasmachine aan, dus die is om te draaien. Ik kan dat zelfs ophangen, er is veel plaats om het op te hangen, dus we weten het nu niet, dat is jammer. Ik ben dat het nog warm genoeg is om een beetje te zitten. Dus dan gaan we dat ook gewoon doen. Dus nog van genieten. Rustig, rustig, rustig. Dus dat gaan we gewoon. Zo, nog wat genieten in het zwembad. Het zonnetje staat daar momenteel. Dat je genieten. Moet kunnen, vind ik. Ik heb nog steeds, ik heb er tegenwoordig verloren. Dat is wel zeer goed om het zwembad proper te houden. Dus dat is wel goed. Ze is best vaak ook natuurlijk veel water. Dat is ook wel positief natuurlijk. Dat is alleen maar goed nieuws aan.
echt lekker genieten. Zoiets. Deze weekend, dit van vorig jaar trouwens. Vorig jaar komt het ook al in de vlogs. Hier nog steeds. En die is echt super cool. Als je die hebt. Je doet nog steeds heel goed. We blijven nog een tijdje over. Kunnen we nog lang genieten dan. Morgen ga ik als rode duivel naar school. Dus ga eens kijken of ik iets heb voor mijn vlag te kunnen tekenen. Dat zou wel cool zijn natuurlijk om dat te kunnen doen. Ik ga zijn was nog ophangen, moet ook nog gebeuren. En dan zijn we allebei aan het aftellen naar het kamp. Eigenlijk dus, naar het kamp. Maar is benieuwd eigenlijk hoe het allemaal gaat zijn eigenlijk en zo. Dus ik word gebracht door MetApp en die gaat me dan ook terugbrengen natuurlijk als het kamp gedaan is. Die komt ook de dag ervoor mijn valies maken. Dus dat is allemaal helemaal cool om dat te doen. Dus ik kijk er helemaal naar uit eigenlijk. Mijn broek komt vanavond trouwens langs om nog een beetje uitleg te krijgen over hoe hij de konijnen moet verzorgen. Want natuurlijk de konijnen laten we niet aan het lot over. De konijnen worden natuurlijk ook heel hard verzorgd. En als normaal zijn we de 15 augustus nog naar Blankenberg gaan om zomerrit. Maar dat staat nog niet vast. Dat hangt ervan af of dat Kelly meegaat, ja of nee. En of het allemaal met jullie gaan. Sowieso gaat het moment wel door. Maar we gaan het toch proberen. Vorig jaar was trouwens ook aan de pier. Maar dan ben ik niet geweest. Omdat we dan met die corona's. Er zat er nu nog altijd wel wat corona. Maar er mogen nu meer evenementen door. Dus gaan we sowieso eens kijken of het mogelijk is om toch nog wat artiesten te zien dit jaar. Welke artiesten komen kan ik helaas nog niet zeggen, want dat weet ik zelf ook nog niet. Dus dat is voor mij nog een groot vraagteken. Dus ik ga nu nog niet van het ding hoe lang het nog kan. Dus let's dingen. Vond je het een leuke video als ik het omhoog vergeet te abonneren. Als je afvraagt waarom heeft hij nu zo van die streepjes, dat klopt. Ik heb een video gemaakt met mijn vlag. Eigenlijk, ik denk dat het moment wel kan gaan regenen. Het wordt een beetje donkerder. Zo een beetje licht aansteken als er nu nodig licht aansteken. Ik ga nu live. Dus ik ben ook nog iets aan plan. Dat ga ik jullie straks laten zien. Dan ga ik nog een stukje kunnen filmen. Nee, dat kan ik morgen laten zien. Want morgen speel ik natuurlijk de Rode Duivels. En ik heb nog zo tattoos gevonden. Tattoos vind ik altijd heel mooi. Ik heb ze hier trouwens. Lijkt op ik ze nog weet liggen, want ik heb ze wel nodig. Uiteindelijk. En die ga ik opplaatsen. Want ik vond geen schmink eigenlijk om te gebruiken. En dan ga ik die zo erop zetten eigenlijk. En dan staat dat er eigenlijk op. En deze is ook. En dan kun je die er gewoon op plaatsen. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee dat ik wou doen. Omdat ik zelf, ja, ik heb die schmink. Vind ik niet om te gebruiken. Dus ja, gaat dat ook niet natuurlijk. De vlag, ja, die hang je sowieso al. En dan ga ik straks nog de andere vlag buiten hangen en zo. Dus dat ook nog. En de konijnenkooitjes nu uit je kuis. Die zijn momenteel weer helemaal proper, zodat je kan zien. Dus daar kwam het probleem van de vliegen niet vandaan. Dus dat sowieso. Maar ja, als het probleem van de vliegen vandaan komen, ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Want ja, ik heb heel goed gezocht. Ik dacht ook misschien van de kattenbak. Maar dat was het dus ook niet. En ja, dus ik zal het niet weten. Ik heb ook nog eventjes de Kenny hier uitgelegd hoe dat de konijnen en zo. Want we gaan binnenkort ga ik op kamp natuurlijk. De 19e en de 11e ga ik op kamp. En dus heb ik uitgelegd wat hij moet doen met warm weer. En zo allemaal die dingen. En dus hij was wel een goede leerling. Want hij heeft al veel van geleerd. Dat nu ook wat ik eten dan moet geven aan de konijnen. Dus het kotjeskuisen moet hij niet doen. Dus daarmee is het allemaal goed medegedeeld natuurlijk. Want dat is wel heel belangrijk dat hij dat weet. Maar ik denk wel dat dat goed komt. De dag dat ik op kamp ga. Ik ga ervan genieten. Hij ook natuurlijk. Hè. Want natuurlijk met warm weer is het natuurlijk heel belangrijk. Dat die beestje natuurlijk ook wel een voldoende koel te hebben. Dus we zien het allemaal wel. Maar ze hebben het nu ook overleefd. Dus zullen ze het ook wel overleven als het wel warmer is.
Ik ben ook van plan om de kooitjes open te laten, zodat ze erin kunnen en uit kunnen wanneer ze willen. Ik hoop alles goed, dat ze ook kunnen lopen waar ze willen als het te warm wordt. Dus dat lijkt me een ideaal idee eigenlijk om het zo te doen. Maar ze toch het eten en het drinken aan kunnen, dus dat is eigenlijk een beetje het plan. Dus vond je het een leuke video, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.